he's frustrated, I think. I think it's the booing from the crowd that's annoyed him, and now he's having a fallout with the coach. Well, it's been a very, very underwhelming evening for Nabil Djerar. I think he's just been emotionally affected here by the booing. الكرة ترجع صعبة جدا بالراس وهدف التعادل وهدف التعادل ولكن هدف يلغى هدف يلغى لوليد الكارتي حذاري حذاري ماذا هناك في هذه اللقطة هل هناك تسلل سنتأكد من الأمر Vorige week Studio Voetbal gezien? Nee. Daar zat bondscoach Ronald Koeman en dat ging over van alles en nog wat. En onder meer ook over de hele goede Marokkaanse spelers in de Eredivisie. Jongens die ik van Nederland zelf al zouden kunnen kiezen. En toen wekte hij de suggestie dat sommigen voor Marokko kiezen omdat ze dan een soort van premie krijgen. Weet je daar iets van? Dat er geld wordt betaald om spelers over te halen voor Marokko te kiezen in plaats van een ander land? Nou, ik weet dat mensen tegenwoordig de gekste dingen verzinnen. Dit is ook weer zoiets geks. Daar is helemaal niets van waar? Niet dat ik weet. Nee, maar als je een beetje logisch nadenkt, dan ook de bond de geld betaald om voor de bond te kiezen. Geen één, toch? Ik weet het niet. We kijken er met z'n allen van op en daarom maar eens even bij jou gevraagd. Jij hebt er natuurlijk mee te maken gehad, je kon kiezen voor thank you.